De crypto-tokenomics zijn ontzettend belangrijk wanneer jij onderzoek gaat doen naar een bepaalde cryptocurrency. Toch weten maar weinig mensen wat de tokenomics eigenlijk inhoudt. Daarom ga ik je in deze video vertellen wat de crypto-tokenomics is, wat er allemaal onder valt en hoe jij het kunt gebruiken wanneer je onderzoek gaat doen naar een bepaalde cryptocurrency. De crypto-tokenomics is eigenlijk de economie rondom een token. Vandaar ook de naam Token Economics. Tokenomics. En die economie rondom een token, die wordt gebruikt door cryptohandelaren wanneer ze onderzoek doen naar een cryptocurrency. En dat geldt voor zowel een technische analyse als een fundamentele analyse. Want normaal gesproken wordt de prijs van een cryptocurrency bepaald door vraag en aanbod. Neemt de vraag toe ten overstaan van het aanbod, dan zal de prijs waarschijnlijk stijgen. Neemt de vraag af ten overstaan van het aanbod, dan zal de prijs waarschijnlijk dalen. En in die tokenomics kun je heel veel meer zien over het aanbod van de cryptocurrency. En daarom is het dus ook zo belangrijk en interessant om daar eens naar te gaan kijken wanneer je onderzoek doet naar een bepaald crypto-project. Als we kijken naar het aanbod crypto heb je de max supply en dit is de maximale voorraad cryptomunten. Er kan dus ook nooit meer dan die maximale voorraad in omloop komen. Dus voor Bitcoin staat het aantal bijvoorbeeld op 21 miljoen. Dan heb je ook nog de total supply en dat is de max supply minus het aantal verbrande tokens. Want een team kan ervoor kiezen om tokens te verbranden, dus uit circulatie brengen. Zo wordt het aanbod kleiner en willen ze de prijs omhoog drijven. Dan heb je nog de circulating supply en dit is het aantal tokens dat in omloop is en vrij verhandelbaar is. Goed, hoe kun je dit dus gebruiken binnen het doen van onderzoek naar een cryptocurrency? Nou, op het moment dat jij bijvoorbeeld weet dat er geen nieuwe tokens meer in omloop zullen gaan komen, of in ieder geval heel weinig, dus dat de circulating supply op, laten we zeggen, 97% van de max supply staat, betekent dat er nog 3% in omloop gaat komen. Dan kun je dus gaan kijken van, hey, hoe komen die in omloop? Bijvoorbeeld het mining, of geeft het team die in bepaalde fases vrij? Gebeurt dat op basis van een vooraf ingesteld algoritme? Of doen ze dat echt zelf, handmatig? Dat zijn dus allemaal dingen waar je naar kunt kijken. Op het moment dat er nog een klein aantal in omloop komt, weet je dus dat het aanbod niet veel meer zal gaan stijgen. En dat kun je natuurlijk meenemen in je analyse. Want als het aanbod niet heel veel meer gaat toenemen en jij verwacht dat de vraag wel gaat toenemen, zou dat kunnen duiden op een prijsstijging. Maar aan de andere kant, op het moment dat er nog heel veel nieuwe tokens in omloop gaan komen, dus laten we zeggen dat nog maar 20% van de max supply in omloop is, betekent dat er in de komende jaren nog 80% in omloop gaat komen. En stel dat dat nu verspreid over 300 jaar gebeurt, is dat natuurlijk weer een heel ander verhaal dan dat dat in één jaar gebeurt. Dus ook daar moet je weer iets dieper duiken in de techniek erachter, om erachter te komen van, hey, wat betekent die tokenomics nou eigenlijk? En het is misschien ook eens even interessant om op CoinMarketCap te gaan kijken naar de tokenomics van een cryptocurrency. Zo hebben we hier Bitcoin. En je ziet eigenlijk altijd de tokenomics erbij staan. Dat is eigenlijk dit allemaal. Hier heb je de circulating supply. Dat is op 19,238 miljoen. En er is een max supply van 21 miljoen. Dus dat betekent dat er nooit meer dan 21 miljoen bijkomen. En dan hebben we ook nog, en die moeten we niet vergeten, en dat is de market cap en de fully diluted market cap. Dat zijn ook twee hele belangrijke begrippen als het op tokenomics aankomt. De market cap is de totale waarde van een cryptocurrency. En die bereken je door de prijs te vermenigvuldigen met het aantal tokens dat in omloop is. En zo zie je dus hoeveel geld er eigenlijk in die cryptocurrency zit. Maar die market cap kun je ook gebruiken om eigenlijk de waarde van de totale markt of een deel van de markt te berekenen. Zo kun je dus ook zien of het alt season is bijvoorbeeld. Want op het moment dat de market cap van alle altcoins stijgt ten overstaande van de market cap van Bitcoin, dan noemen mensen dat alt season, want dan zijn de altcoins aan het stijgen ten overstaande van Bitcoin. En het tegenovergestelde gebeurt dus ook. Maar ook kun je zo zien van welke markt is aan het groeien. Is bijvoorbeeld de cryptomarkt aan het groeien ten overstaan van de aandelenmarkt? Stel voor dat de market cap van de aandelenmarkt daalt en dat de market cap van de cryptomarkt stijgt. Dan zou je misschien kunnen denken van geld uit de aandelenmarkt wordt verplaatst naar de cryptomarkt. Maar natuurlijk heb je daar wel verdere research voor nodig om ook daadwerkelijk te kunnen concluderen dat dat de reden is van die beweging. En dan hebben we ook nog de fully diluted market cap. En die kun je berekenen door de maximale voorraad te vermenigvuldigen met de prijs. In plaats van de circulating supply. Dus zo kun je dus zien wat de market cap zou zijn op het moment dat de maximale voorraad tokens ook daadwerkelijk in omloop is.
En zo kun je dus ook nog zien wat het groeipotentieel van een bepaalde cryptocurrency is. Dan hebben we ook nog het volume. En het volume laat zien hoeveel geld er in 24 uur is verhandeld in die cryptocurrency. Ik had het net al heel eventjes over waar je die tokenomics allemaal voor kunt gebruiken. Daar wil ik iets dieper op ingaan. We hebben hier een situatie waarin je inflatie hebt. Nou, op het moment dat je ziet dat er in een hele korte tijd heel veel nieuwe tokens in omloop gebracht gaan worden, dan zou dat kunnen duiden op toekomstige inflatie. En dus ook een prijsdaling van een bepaald token. Maar stel voor dat hetzelfde aantal tokens nu over 100 jaar in omloop wordt gebracht, ja, dan hoeft dat niet per se voor een probleem te zorgen. Dus duik altijd even dieper in de achterliggende gedachte van het in omloop brengen van nieuwe tokens. En dan hebben we ook nog deflatie. En dat zou kunnen gebeuren wanneer een team besluit om tokens te burnen. Of wanneer die burning gewoon al zit ingebouwd in het protocol van die cryptocurrency. En dat betekent dat het aanbod zal dalen en dat de prijs misschien wel zal gaan stijgen. Maar dan moet de vraag dus niet sterker afnemen dan het aanbod. En dan hebben we ook nog vesting. En dat is waarbij een team een bepaalde locking periode heeft ingesteld voor de vrijgifte van nieuwe tokens. Dus die tokens zijn al wel gemaakt. Die hoeven niet meer opnieuw gemaakt te worden zoals bij mining. Die zijn al gemaakt. Die worden vervolgens vastgehouden in een bepaalde smart contract of een walletadres. En na een bepaalde periode, en het team geeft vaak van tevoren aan wanneer die periode is aangebroken, worden die tokens in omloop gebracht. En wanneer die tokens dan in omloop worden gebracht, zou dat kunnen zorgen voor een prijsdaling, want het aanbod neemt dan ineens toe. Er zijn ineens veel meer verhandelbare tokens. Maar goed, dat is natuurlijk allemaal speculatie. Het is niet zeker dat wat ik net zei ook daadwerkelijk gaat gebeuren, maar dat is wat er zou gebeuren volgens het klassieke economisch model van vraag en aanbod. Wil je na het bekijken van deze video nog meer weten over de crypto tokenomics? Dan raad ik je aan om het volledige artikel op allesovercrypto.nl te lezen. Je vindt de link naar het artikel in de beschrijving van deze video. En heb je nu nog vragen? Laat het dan vooral even weten in de reacties onder deze video. Voor nu wil ik je bedanken voor het kijken en ik hoop je de volgende keer weer hier te zien.